Zandvoort. Danielle, dames en heren, we wisten op een gegeven moment dat jij voor het belangstelling had om op de lijst voor de Tweede Kamer te staan. We hebben je dat natuurlijk en masse ontraden, omdat we dat eigenlijk ongezellig vonden, collegiaal gesproken. Niet verstandig voor jezelf, want je bent nog zo jong en de wereld ligt nog voor je, dus het kon altijd nog. En we hebben geloof ik alle argumenten uit de kast gehaald om je toch vooral, laat ik zeggen, te voorkomen dat je de stap zou wagen. Maar ja, het is er toch van gekomen en de kiezer heeft gesproken en die heeft altijd gelijk, zoals we met z'n allen weten. Geboren in Dordrecht, ik kan het me bijna niet voorstellen. Als ik jou over Schiedam hoor praten, dat je in Dordrecht geboren bent, want je straalt Schiedam uit en je bent het ook geworden. En van Daniel weet ik dat niet en dat laten we ook nog even zo, tot zometeen. Maar het is sinds 2007 zo dat je in dit gebouw je intrede deed als actief gemeenteraadslid. En in 2010 werd je meteen ook fractievoorzitter. Dat was toch een relatief snelle carrière. In ieder geval binnen de politieke partij is dat meestal toch vrij snel. Bovendien was je misschien wel het jongste raadslid op dat moment. Dat heb ik niet helemaal nagezocht. Maar iedereen was, dat heb ik wel uit overlevering moeten vernemen natuurlijk, overtuigd van je talent en dat leidde er ook toe, toen er een beroep op je gedaan werd om fractievoorzitter te worden, dat je dat deed. Maar vervolgens, toen er vorig jaar een beroep op je gedaan werd om wethouder te worden, dat je, zoals je mij wel eens verteld hebt, een rijberaad en ambtel overleg met jezelf en met Danielle en wie daar verder voor in aanmerking kwam, toch ook vond dat je die verantwoordelijkheid op je schouders hoorde te nemen als inmiddels Schiedammer. Kijkers van Loek TV, welkom bij deze uitzending. Vrijdagmiddag, mooie tijd voor een receptie. En we gaan in Schiedam afscheid nemen van oud-wethouder Voort van Oosten. Meneer van Oosten, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is zover, allemaal mensen om ons heen, gezellig, gezellig. Maar ja, ze komen wel afscheid van u nemen. Hoe staat u daar, hoe kijkt u daar tegenaan? Met een dubbel gevoel. Want weet u, dat heb ik ook in mijn ontslagbrief geschreven. Ja, het is natuurlijk een fantastische uitdaging die ik daar krijg in de Tweede Kamer. En daar heb ik ook zelf voor gekozen, bewust. Aan de andere kant, het is oprecht pijn in mijn hart hoor, om hier weg te gaan. Want het is een kort jaar geweest. Maar wel een heel mooi jaar. De burgemeester memoreerde in haar toespraak dat zij er van alles aan gedaan hebben, uw oud-collega's en de burgemeester, om u hier te houden. Heeft u daar ooit wat van gemerkt? Nou ja, want luister eens, kijk, ja, je bent met elkaar echt een team. Zo heb ik dat ervaren het afgelopen jaar. En dan is het gewoon niet leuk als er iemand weggaat. En ja, goed, ze zagen mijn ambitie natuurlijk ook. Dus het is wat zwaar aangezet, maar men heeft wel oprecht dat geprobeerd, ja. U zegt zelf dat team, dat heeft u ook al vaker gezegd. Wat is nou de kracht van dat teamwork wat u betreft? Nou, dat je elkaar vertrouwt en dat je elkaar ruimte geeft. Kijk, al die wethouders hebben natuurlijk een eigen politieke kleur en die willen daar ook wat in bereiken. En dat spreekt voor zich, dat weet je ook van elkaar. Dus daar moet je wat ruimte aan elkaar geven. En gelijktijdig heb je ook met elkaar één opgave te dienen. En dat is te zorgen dat Schiedam verder komt. Iedereen op al die afzonderlijke portefeuilles. Ja. Als je dat op een goede manier weet te doen en dan ook kunt vertrouwen op die collega's, dat je weet dat ze je geen vliegen afvangen. Ja, dat is heel plezierig werken. Men heeft het altijd over de wethouder, de burgemeester en de ambtenaren. Wat was nu uw geheim om een goede sfeer op te bouwen met ambtenaren? Nou, daar heb ik geen geheim voor. Kijk, ik werk zoals ik altijd heb gewerkt. Dat betekent dat je deur open staat, dat als er wat is, dat mensen binnen kunnen komen. Dat je je richt op de inhoud van het werk en niet op allerlei gedoe daaromheen. Dat vind ik ook helemaal niet zo relevant. En op die manier werk ik samen. En dat betekent ook dat je ook wel richting ambtenaren, maar ook richting die collega's waar ik net zo lovend over sprak, soms ook wel heel serieus en wat hard mag zijn. Ik bedoel, dat is ook niks verkeerd aan. Dat geldt ook andersom natuurlijk. Dus daar ben je professioneel in met elkaar. Dat mag je ook van elkaar verwachten. En als je dat op een eerlijke en transparante manier doet, dan gaat dat volgens mij altijd goed. Maar ja, toen was het moment daar, de euforie, de uitslagen kwamen. Ja, en toen moest je voor de eerste keer naar de Tweede Kamer. Even heel kort samengevat, wat gebeurt er dan in die eerste ontmoetingen al daar? Je gaat kennis maken met al die nieuwe Kamerleden natuurlijk. Je gaat op zoek naar je Kamer waar je de komende jaren gaat werken. Je gaat je oriënteren, je gaat zorgen dat je weet hoe je kunt inloggen op een computer. Eigenlijk is het wat dat betreft net als een normale baan. Maar je weet natuurlijk wel dat het in die zin bijzonder is dat je een van die 150 Kamerleden bent. Dat is natuurlijk ook alweer het prachtige ervan. Krijgt u nou een aparte mediatraining? Want je ziet wel eens op televisie Kamerleden die dan die trap op en af gaan. En dan staat er zo'n journalist van BNN of Pound News of weet ik het allemaal wie. Ja, dat zijn niet de makkelijkste interviews die je dan moet geven. Wordt u daarin beschermd of voorbereid?
Nou ja, je hebt als Kamerlid natuurlijk prima je eigen verantwoordelijkheid om goed om te gaan. En wat ik precies wil, is ik weet nu waar ik over ga, hè, waar ik woordvoerder over ben. Ik heb een juridische portefeuille gekregen. En dat ik me daar op de inhoud op wil richten. En dat je ook wat dat betreft ook je boodschap naar buiten brengt. Maar ja, dat moet je natuurlijk op de best mogelijke manier doen. U zegt zelf een juridische portefeuille. Even simpel vertaald, wat gaat uw werk nou precies worden? Nou, we hebben bijvoorbeeld civiel recht in Nederland, burgerlijk procesrecht, vennootschapsrecht. Dat strekt zich uit tot best wel veel, op heel veel verschillende onderwerpen. Alles op het gebied van het recht, behoudens dan bijvoorbeeld het strafrecht en andere onderdelen. Dat zit bij collega Van der Steur en Janine Hennis, die dat weer voor hun rekening nemen. Maar daar houd ik mij mee bezig. En heel concreet, ik ben daar ook nog wat zoekende in hoor, maar bijvoorbeeld volgende week ga ik waarschijnlijk mijn medespeech houden. Dat gaat dan over een reparatiewet griffierechten. Dan moet u zich voorstellen, dat is een bestaande wet nu, die wat technische leemten kent, zoals dat dan genoemd wordt. Nou, dat moet dus worden aangepast. Daar moet je wat van vinden als volksvertegenwoordiger. En niet iedereen in de landen zal natuurlijk even wild worden van zo'n onderwerp. Maar het is wel van belang, omdat het wel te maken heeft met de rechtsgang in Nederland. Nou, dat ik daar een rol in mag spelen. Hoe klein dat misschien ook is, dat vind ik wel heel stoer. Kent de Tweede Kamer wat betreft de nieuwe Kamerleden een soort leuke ontgroeningsperiode? Nou, die is mij dan ontgaan, dus dat ken ik niet. Nee, maar weet je wat je wel hebt? In opmaat naar die Kamerverkiezingen doe je natuurlijk mee in allerlei debatten. En dat heb ik ook gedaan. Die vinden overal en nergens plaats, bij wijze van spreken. En dan ontmoet je ook een heleboel kandidaat-Kamerleden op dat moment van andere partijen. En die zie je dan nu ook in die Kamer lopen. En dat is hartstikke leuk. En daar heb je natuurlijk wel een band mee. Dat zou ik niet willen vergelijken met een ontgroening verre van. Maar het is natuurlijk wel, die zoeken ook hun weg. En dat herken je wel. Nou is het natuurlijk wel zo, of u nou wethouder van Financiën bent in Schiedam of je wordt Tweede Kamerlid. Dat betekent ook voor het thuisfront toch een andere situatie. Is dat dan iets wat je van tevoren met de vrouw bespreekt? Ja, wij bespreken op zichzelf alles goed door. Aan de andere kant is het ook zo, kijk, dit kwam op mijn pad en daar heb ik ja tegen gezegd. En ik bevind mij in een ontzettend bevoorrechte positie dat ik in Schiedam woon. Want ik heb ook collega's die wonen in Limburg of in Friesland of in Groningen. En wil je dan voldoende tijd in Den Haag aanwezig kunnen zijn om je core business uit te voeren, wat in feite stemmen is natuurlijk. Dat vindt van dinsdag tot en met donderdag plaats. Dan betekent dat je gewoon een flat in Den Haag moet zoeken en je gezin een paar dagen in de week niet zou kunnen zien. Nou, weet je, dat vraagt heel veel van mensen. En mijn geluk is natuurlijk dat ik op een half uur rijden van Den Haag af ben. En er wat dat betreft niet zo gek veel verandert. We krijgen aanstaande maandag wordt mevrouw Gouwenleeuw ingewijd. Een collega die van u de financiën over gaat nemen. Zij moet iets gaan verdedigen wat u nog op papier heeft gezet. Is dat lastig, denkt u? Nou, ik acht haar daar zeer wel toe in staat. En het is tot op zekere hoogte ook een beetje vergelijkbaar met wat ik verleden jaar had. Toen ik natuurlijk het stuk wat ook in de stijgers was gezet door weer mijn voorganger mocht verdedigen. En dat is ook goed afgelopen. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Met al die andere wethouders heb ik natuurlijk wel aan de basis gestaan met het stuk wat Nathalie Gouwenleeuw dan dadelijk gaat verdedigen. Daardoor ken ik het document ook en denk ik ook dat het een goed te verdedigen stuk is. Maar ja, ik weet ook een beetje hoe de politiek werkt. Er kan altijd weer van alles ontstaan. Maar ze is niet voor niks aangezocht door de VVD om wethouder te worden. Dat betekent waarschijnlijk ook dat men van haar vindt, en zo zie ik dat tenminste, dat ze ook de kwaliteit heeft om dat op een goede manier te kunnen. Alle vertrouwen in. Nieuwe wethouder van Financiën, straks in december een nieuwe burgemeester. Een stad die toch de nodige klappen heeft gehad, hoe je er ook tegenaan kijkt. Wat zou u de Schiedammers met name toe willen wensen? Nou, de Schiedammers wens ik heel veel geluk toe. Maar als u het bestuurlijk beschouwt, hè, want dat doet u, want u noemt de burgemeester, gemeentesecretaris, dan is het ontzettend belangrijk dat je daar een hele stabiele rust in creëert. En dat is, heb ik het idee, nu voor een heel groot deel ook ontstaan. Dat heeft ook te maken met die collegialiteit die je voelt als je lid bent van dat college en de samenwerking met de ambtenaren hier. Wat dat betreft is het denk ik ook een warm bad waar de nieuwe gemeentesecretaris, de nieuwe burgemeester en de nieuwe wethouder in terechtkomen. Betekent ook dat het ook weer aan hen is om dat natuurlijk verder voor te zetten. Maar ja, ik kan daar alleen maar alle vertrouwen in hebben. Ik geloof dat dat goed zal gaan. Ja, eigenlijk zouden we moeten afsluiten met de constatering. We hebben afgelopen weekend een fantastische lipdub gehad. Die organisatie heeft kans gezien om euforie te creëren in de stad. Eigenlijk zou dadelijk de nieuwe gemeenteraad met de nieuwe burgemeester en de nieuwe wethouder van Financiën bij hen in de leer moeten.
Nou, dat zou ik ze niet willen aanraden. Nee, want weet je, zo'n lipdub, dat is ook zo'n perfect voorbeeld van hoe het gewoon kan. En daar heb je ook helemaal die overheid niet voor nodig. Ja, die moet je wel faciliterend hebben, et cetera. Maar de Ronde Tafel in Schiedam heeft gewoon het initiatief genomen. Die heeft daar allerlei mensen tot meer dan 7000 man in gemobiliseerd. Nou, dat vind ik stoer, dat vind ik gaaf. En deze overheid is niets anders dan dienend en die hoeft echt niet leidend te zijn in al dat soort mooie initiatieven die stad verder kan brengen. Sterker nog, dat soort initiatieven die gewoon door mensen zelf gedragen worden, die brengen Schiedam uiteindelijk veel verder dan alles wat die overheid kan organiseren wat dat lokaal betreft, naar mijn idee. Nou, dat is een mooie slotconclusie. Ondanks dat u verdwenen bent als bestuurder uit Schiedam, wens ik u heel veel plezier en veel succes in de Tweede Kamer. Ja, en u weet het, Schiedam eens in je bloed blijft altijd in je bloed. Als u wat voor de stad kunt doen, wij rekenen op u. Dank u wel. Ik ga mijn best doen. Leuk.